In de Sint-Jacobuskerk in Den Haag werd voor de zielerust van paus Pius XII een rouwdienst gehouden. In aanwezigheid van het vrijwel voltallige corps diplomatiek werd deze dienst geleid door de aartsbisschop van Utrecht, monseigneur Alfrink. In het kerkgebouw waren voorts aanwezig vele leden van de hofhouding, premier Dr. Drees en verschillende andere ministers. Met de pauselijke nuntius waren op één na alle bisschoppen van Nederland, onder wie de bisschop van Haarlem, monseigneur Huibers, gezeten op het priesterkoor. Een ereplaats hadden ook de persoonlijke vertegenwoordigers van koningin en prins. Nadat hij een requiemmis had opgedragen, verrichtte monseigneur Alfrink de absoute bij de op het priesterkoor geplaatste symbolische katafalk. Aldus eindigde een plechtigheid waarin met de katholieke geestelijkheid de hoogsten in den lande de nagedachtenis eerden van paus Pius XII.